Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Voor ons weer moeten we naar de Noordzee kijken en op de satellietfoto zien we daar een gemixt beeld. Er zijn wolken, dat zijn buien, en er zijn opklaringen en dan schijnt de zon. Vanochtend vooral in het zuidoosten en oosten nog wat zon. In het westen is de bewolking wat prominenter aanwezig en er vallen een paar buien. Hier en daar kan al wat hagel voorkomen. Temperatuur in de ochtend 3 tot 5 graden, vanmiddag 5 of 6. Van tijd tot tijd valt er een winterse bui bewolking in het binnenland vaak de overhand met af en toe wat zon, kustgebieden breekt de zon wat vaker door. Vanavond zien we dat omkeren, dan hebben we juist in het binnenland wat opklaringen, daalt de temperatuur snel en in het zuidoosten kan het kwik naar 0 graden dalen. In de nacht volgen dan wat winterse buien, zodat er in Limburg misschien een paar centimeter sneeuw ligt morgenochtend vroeg. Dat smelt wel weer weg, want morgen wordt het 5 graden daar, de rest van het land 6 of 7. Een paar buien, landinwaarts hier en daar nog met natte sneeuw of wat hagel. Zaterdag en zondag eigenlijk min of meer hetzelfde beeld. We zien de kansen op neerslag langzaam wat afnemen. En we zien de temperaturen ook dalen. Dat betekent dat de kans op sneeuwval zondag bijvoorbeeld wat groter is dan de zaterdag dan is het vaker natte sneeuw. Maandag is het meest droog. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl